Onvervalste Anderlecht KV Mechelen vanavond in de studio. Yes. De enige vraag is: hoe bepalen we wie de wedstrijd wint? Um, als we nu eens de laatste twee jaarrekeningen van de club opvragen en kijken wie het kleinste verlies heeft. Als een gelijkspel, ja. misschien. <laughs> heel spannend wel, denk ik dan. We zitten met twee televisiegrootheden in de studio. Ja. Ik heb mij al voorbereid op heel wat opmerkingen, want alles kan beter. Oh, mooi, mooi, mooi. Nee, ik ben zwaar onder de indruk, om dat al te zeggen. Dus ik ga deze aflevering misschien wat zenuwachtiger zijn dan gewoonlijk. Maar we hebben al heel de dag samen boven in de zetel gezeten. Dat was ik plezant. Ik zit op taalopmerking 313. <laughs> Het was minder plezant, inderdaad. <laughs> <laughs> Eén van onze gasten heeft zijn favoriete club al kunnen redden van de ondergang. De andere is daar nog volop mee bezig. Welkom Mark Uitroeven en Wouter van den Auten. Winkelmans, waarom loopt jij de laatste dagen rond met een bakkenstot op de grond? Uh, ja, meneer Kerkhoffs, uh, u staat in humo met een veel te lang interview en, en in de morgen met pagina grote foto's ter, terwijl ik toch het, het gezicht van het programma ben. Wikkelmans, ik ga u iets zeggen. Hè. Ik doe dus de sociale media, hè. van Dries Mertens, van Kevin De Bruyne, met andere woorden. Ik ben de rode duivels, hè. zonder mij bestaan de rode duivels niet. Hè. Ja, ja dat, is, dat is misschien allemaal waar, hè, m -m 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 meneer Kerkhoffs. Maar, maar ik ken wel veel meer van voetbal. Wat, jij meer van voetbal met uw stomme Malinois? De... Oh, 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 oh meneer Kerkhoffs. de Malinois staat wel één punt voor u en ander legt. Hey. Wat is dat? Wie, wie, wie zijn dat? Ik uh, dag, 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 meneer Kerkhoffs. ik ben voorzitter van uh, Sporting Anderlecht. Uh, dat zal niet lang niet meer duren, want ik hoor dat we nog achter de Malien was staan. Ik wist niet eens dat daar nog plaats was. Maar ik heb een verkeerd beeld van mij. Ik heb gevraagd aan even dat interview met Humo samen te doen. Nee, nee, nee. Oh, wow, ja. Uh. De hoofdredactie van Humo heeft beslist dat het beter was om het met u alleen te doen. Dus Volgende ja, keer, alleen nog maar interviews samen. Ik leg mij daarbij neer. Voilà. Mark, welkom in Midmidd. Welkom ook in België. Want misschien weet niet iedereen dat, maar je woont normaal in Frankrijk. Ja, ja daar hang ik er een beetje van af. Want dat is nooit vast, zo lang daar. Of zo, dat, ja, dat is Jij woont juist, nergens. Of op verschillende plaatsen. Oké, okay, mooi. Je hebt uh, drie WK-shows gepresenteerd. Ja. Griebelt het dan als zo'n WK bezig is? Uh, ja, maar niet om het te presenteren. Nee, nee. nee? Mate, uh, want ik weet kijk iets van, is gewoon de wereldbeker. Coupe du Monde, World Cup, uh, Copa Mondiale, Copa Mundial. Uh, iedereen zegt behalve de Duitsers, maar dat was in mijn jeugd ook nog, Weltpokaal, WP. Maar die hebben geen. de Veldmeester van gemaakt. Maar, maar ik vind nog altijd dat dat de wereldbeker is, omdat het, het is een toernooi en geen kampioenschap. Dus um, vind ik dat het de wereldbeker is. En trouwens, in de meeste talen is het zo. En met de wereldbeker ben ik altijd... De, ja, ik vind dat het mooiste wat er is uh, qua voetbal. Dat en, uh, en de Malinois. Maar ik meen dat. He. In 1966 was ik negen jaar en werd dat voor het eerst volledig uitgezonden. Ik okay. heb al die matchen gezien. En, oh, en mijn vader ook. Nu gaat hij het zien, mannen dat, dat heb ik nog nooit gezien. Pele. Pele. Maar we zijn allemaal Pele. Ja, die werd onmiddellijk uh, ik denk door de Bulgaren uit het toernooi getrapt. En Brazilië... Tweevoudige winnaar ervoor. Was, was niet eens in de volgende ronde. Maar dan 1970, dan was ik al 13 jaar. En dan heb ik van de Brazilianen genoten. Dus sindsdien eindigt de wereldbeker voor mij als Brazilië eruit ligt. Behalve in 2018. <laughs> Oké, okay, mooi. Had veel naar Midmondiaal gekeken? Ik heb alles gezien, zelfs de herhalingen. En er zijn er redelijk veel. Omdat dit programma zo gelaagd dit programma dat ik echt mijn best gedaan heb. En elke keer ontdek je nog iets, uh, iets meer. Ja, Een zijn... daalfout bijvoorbeeld. Nee, nee, het gebeurt nee, allemaal. Nee, nee. Qua gelaagdheid hadden we perfect op Canvas kunnen zitten ook. Ook, ja. okay, En de, de heruitzendingen zijn voor de Saban. Ja. Oh, ja, 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 ja. Nee, nee maar het, ik heb, ik heb al uh, veel gekeken en ja in het begin spoelde ik af en toe op dubbele snelheid <laughs> oh, maar ja nee ja, maar ja te... hoe kunnen we ons dan begrijpen ja, maar dus, ja, ik ik ben daarin geoefend okay. en jullie spreken ook tam genoeg om <laughs> uh, de... En, en de laatste twee afleveringen heb ik echt uh... Helemaal in, op normale snelheid uh, bekeken en beluisterd. Ja, dus we worden beter. Ja, maar natuurlijk het is het een podcast, zogenaamd. Dus ik zet mijn hoofdtelefoon op om mijn vrouw niet te veel te, uh, te storen. En dan ga ik hè? naar de keuken, want ik ben... Ik ben ja, sinds de patriarchale maatschappij naar nou de knoppen is, moet ik van al het, het de vaatwasser leegmaken, stofzuigen, draadloos weliswaar. En ik, uh, ik loop dan rond met die hoofdtelefoon, maar dan moet ik af en toe plots naar het scherm lopen, omdat jullie nu plots ook met beelden beginnen te spelen. Ja, voor een podcast is dat natuurlijk, Ja, dat klopt niet. Ah, dus jij dacht dat het niet gefilmd werd en daarom heb jij die ziek. Inderdaad. Is... Ja, maar, hoe is er hier beeld? Nee, nee. Maar jullie doen nu veel dingen met beeld, of had toch een aantal. Ik vind dat niet slecht, hè? Maar okay. ik bedoel, dan is het ook geen podcast meer. Ah, Mark, Mark, over beeld gesproken, sorry. Hè? Als vervanger van Dennis ik ga hier meteen inbreken. Welkom. Ik heb... Ja, dag, dag Sam. Want ik heb hier beelden gevonden op de computer van Dennis, die werkt, net als ik bij Play Sports. Over... Ja, presentatieskills van, van de mannen hier van ongeveer een jaar geleden uit nee, 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 nee. het archief What? van PlaySports. Sports. Ga ja. eens hey. even stappen. Goedenavond en welkom bij Sports Late Night. We beginnen onze zaterdagse tour door de hoogste voetbalklasse in het zuiden van het land. Daar was Charleroi Een van de, ploegen, een van de drie ploegen zonder nederlaag dit seizoen. Het gevoel, qua gevoel en qua punten, was dat toch een groot verschil. Charleroi speelde Desolay kwijt aan... Dat misschien. Charleroi speelde Desolay kwijt aan Antwerpen deze week van Clem Klemput was zijn vervanger. Shankland, een nieuwe spits uit Schotland, kreeg zijn eerste basisplaats. Okay. Uh, veel vragen. <coughs> veel meer pauze tussen uw, uh, tussen uw zingen. Ja. Uh, luider. Voilà, deel 1 zit erop. Straks in deel 2 een hele blok Premier League voetbal. Tussen onze Romelu Lukaku en Virgil, Virgil van Dijk. Tot zometeen. Allee, ja. allee, allee. Je Ik zou toch maar bij de podcast blijven. Ja, ja dus De podcast is een uitstekende formule voor jullie. He? Ja, ik had een hele slechte leerkracht daar. He. Dat zie je. He. Dat ja. zie je. We dus worden ja, voor... ook niet beter of zo. He? Voor alle duidelijkheid. Dus, ja, het was eigenlijk een test. Het was geen opleiding. He? Nee, klopt. Maar ik probeer jullie dan nog een beetje te helpen met te zeggen van uh, wat luider, wat langzamer. Articuleer misschien ook eens. <laughs> <laughs> zo, ja, Wouter, ook welkom. President, moet ik zeggen. Oh ja. Merci voor tijd vrij te maken in uw ongetwijfeld drukke agenda. Ik weet dat je waarschijnlijk liever wilt gaan fietsen en naar de Futures tegen Beerschot wilt gaan kijken. Ja, toch? We hebben We verloren. Ja, dat wel. Onverdiend. Onverdiend? Blijkbaar. Oké, okay. ja, ik was er niet bij, ja, maar ik heb net even uh, op de sites gekeken. Onverdiend verloren, 1-2. Ik okay. heb heel goed nieuws wel voor u. De zaalvoetbalploeg RSC Anderlicht heeft zich vanavond geplaatst voor de Final Four. Voetbal. Ja, zeg dus je nooit ja, zaalvoetbal tegen voedsel. voedsel. Ja. Wat een schande. 19. Ja. Zet jij een streefkes? Ja, dat is goed. Ik slik gewoon na die beelden van daarnet. Uh, heeft de voorzitter van Anderlecht tijd om een WK te volgen? Um, ik heb toch al een aantal matjes gezien, ja. Niet zo fanatiek als jullie. Uh, ook minder fanatiek dan Mark, maar ik heb al een aantal uh, matjes gezien. Ik heb al okay. twee keer de Nederlanders gezien. De Belgen. Ja, en vandaag heb ik... Uh, al drie matches gezien. Ja. Ja. In al de match van trainer, 11 uur thuis? heb ik niet gezien, maar uh, vanmiddag om 2 uur, nu om 5 uur en 8 uur, dus uh, het tikt aan. Hebben we al een nieuwe trainer? Uh, nationale ploeg? <laughs> ah, sorry. Anderlicht? Nee, nee. Uh, goh, zou ik moeten vragen aan Jasper Fredberg. Okay. En waar zit hij? In Denemarken. Dat wilde niet Staat Martinez op de shortlist eigenlijk? Ik heb geen flauw idee. Oké, okay, dat ga je niet mee beslissen? Nee, ik dacht niet dat we het overhandigd gingen hebben vanavond, maar... Uh, <laughs> of nu even? Nee, het is wat je wilt. Je kunt het ook niet overhandigd hebben. We gaan op trainingskamp volgende week. Oké. Okay. Naar Creta. Zeg maar, dat en, interesseert uh, toch niemand die Ik vind dat interessant. Ja. Laat hem ja. even ja. vertellen. Allego. Oh, maar ja. ja, maar gaat begrijp... ja, ga ook op stage. Je kunt een van Spanje. Ja. 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 Je kunt een fan het, het vissen niet ontnemen. Hè. Het vissen naar nieuwtjes, dat is elke fan wil dat. Hè. Ja, nee, voilà. nee, nee voor... we zijn bezig met een trainer en we hopen er binnenkort één te kunnen voorstellen. Voilà. Daar oh, zijn we niks oh, mee? Oh, maar oh, zijn we toch ook veel mee? Maar voor onze jonge kijkers, wat is de band tussen jullie twee? Um, ja, in 1988 is hij begonnen uh, op de sportredactie. Ik werkte daar toen al acht jaar. En hij um, wilde ook presenteren. Ik heb hem dat altijd afgeraden, maar ja. Uh. En, uh, hebben we hebben daar beelden uh, van. Hij, 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 hij presenteerde Sport op zaterdag. Dat was op zaterdag. En uh, dat was s'avonds laat. En zijn eerste presentatie hij had zo echt zo'n dikke wollen trui aan. En hij was zo onzeker dat ik onder de desk zat, tussen zijn benen. Dus zei ik echt waar. Om wat te doen. Nee, nee, hij had de broek aan. Maar echt waar. Elke keer als ze een samenvatting had aangekondigd, zeg ik: Goed, goed, doe het maar iets meer de klemtoon en iets meer dit en iets meer dat en kruip ik terug onder de tafel. En dan deed hij de volgende. Is dat waar? Dat was zijn eerste optreden. Um... Ik dacht, ik dacht dat, dat onder die tafel, dat heeft Mark erbij verzonnen. Dus is zijn geest erbij gekomen. Maar het was wel... Wouter, ik heb er foto's van hem aan gegeven. <laughs> het was er wel vlak in de buurt, ja. Dus, dus... Heb, uh... Wouter heb je wel kunnen kneden tot op het scherm en ons niet. Nee, 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 nee. nee. Ah, ja, 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 ja. Hij heeft een paar jaar gepresenteerd, toch? Ja. Eigenlijk heb ik alles aan Mark te danken. Ah, ja? Ja. Is mooi. Maar hij heeft mij ook ook op het reiden? juiste pad gezet. Wel, eigenlijk hebben wij de laatste tijd weer contact via het voetbal. Ja, dat is waar. Want dat is de derde keer elkaar dat we dit jaar zien. Ja, en dat is... De eerste keer was bij de bekerfinale van de vrouwen op Malinois. Ja. Zijn wij dan s'avonds met de vrouwen nog iets gaan eten? De tweede keer was ons bezoek bij Malinois gewonnen. Ja. En nu hier. Okay. Dus dat is al drie keer uh, op. Ja, dat is meer dan. Een half is, uh, jaar ja, tijd. Dat ja, is ja, eigenlijk. Dat is uh, Want ik, ik doe dit soort zaken normaal niet, maar omdat. Wouter kwam, dacht ik, oh, dan zie ik Wouter nog eens. Ja. We hebben dat heel slim aangepakt. Ja, dat dat we hebben tegen Wouter gezegd dat jij kwam en tegen nu dat Wouter kwam. En nee. dan hebben dat allebei En allebei, ja, heel enthousiast. Maar ik zou denken dat jullie na de jaren negentig. een soort onbreekbare band hebben met elkaar. Maar dat is daar ook Maar die band is vooral uh, via WhatsApp, via mail, af en ja. toe eens bellen. Maar wij zijn eigenlijk alle twee uh, luie vrienden. Ja, maar dat is goed, nee, maar... goed uitgedrukt. Ja. Dat ken ik ook. Ik ben dat ook soms. Ja. Ja, maar we, maar... En de meeste vrienden die ik heb, zijn luie vrienden. En ik ben zelf ook een luie vriend. Dus, uh... Kijk, ik zal het zo zeggen. Dus toen uh, Anderlecht heeft ons ooit is leeggekocht gekocht en hadden wij Europa-beker en Nationaal kampioen. En toen wij nog negen, geld dat hadden. Dat ja. We ja. Nog geld. ja, echt waren Dus eerst de mos weggeweekt met redelijk wat geld. Nou, enfin, we gaan het er niet meer over hebben. Dat je daar was ik. Houd u er even buiten, joh. En dan, um, ja, toen, toen was ik tegen de dus dat begrijpen dat ik dat niet zo sympathiek vond. Hè. Uh, en Cedric Wouter uh, voorzitter is uh, van Anderlecht, betrap ik er mij soms op dat ik zit van te hopen dat Anderlecht gaat winnen, oh, behalve is... in Mechelen. Maar voor de rest, echt waar. Ik dat, ben, ben weer helemaal dankzij hem. Ik, ik vind ook dat in de beste Belgische voetbalvoorzitter is Wouter van den Houten. Dus ik denk wel dat, dat Anderlecht dit jaar kampioen wordt. Had jij liever gehad dat hij KV Mechelen had overgenomen? Nee dat, is, nee, nee, dat klopt niet. Nee, dat hij ander heeft... Uh van overgenomen is een groot woord, eigenlijk in de schoot geworpen. Ja, wat is toch waar, Wouter? Hij zegt, Marco, want hij noemt mij altijd Marco. Hij geeft mij de sleutel van de club, wat moet ik doen? En ik was aan het fietsen in Frankrijk en ik heb nog niet zo lang... Een iPhone, dat is voor mij een fototoestel waar je ook in noodgevallen mee kan telefoneren. Ik had dat nooit meegemaakt, ik stop. Er was een Franstalige journalist en die zegt tegen mij... Ik heb een gevoel van je, wat der zegt, de president dan de met Ik zeg, <laughs> ja, maar ik wist dus echt van niks maar je ging naar bellen, maar ik was aan het fietsen ja. oké okay. voilà. maar jullie hebben ook samen een programma gemaakt het huis van Wantrouwen. heel lang dus de, geleden ja in 90 jaar 90, ja. Nou, waarom heeft dat maar één seizoen bestaan ja. want dat is super groot wel dat was mijn schuld ik vond dat genoeg geweest was en, ja, is dat, en, ja nee, dat is echt waar. Ik, ah, ben ook, ik ben ook niet voor herhaling. Alleen niet mit, dat mag nu wel. Maar ik ben, ik, ja, als ik iets gedaan heb, heb ik het gedaan. Morgen maandag is ook maar één seizoen geweest. En pas op, ey, dat waren wel 26 afleveringen. Tegenwoordig maken ze drie afleveringen en hebben ze een reeks. Ja. En wij doen er 29. Ja, voilà, dat, ja Jullie zijn mannen. Neem dat is waar. Maar, maar jullie zijn dan ook uit op de rustdagen. Zeer belangrijk. Ah, wel, ik okay, wil dat niet doen. En ja, Evert, dat zei, daar maken we het dat, verschil. Daar daar dus we jullie als TV-kenners maken we het verschil door wel op, op rustdagen rust aanwezig te zijn. Rustdagen moet hele tijd aanwezig zijn. En als je een gewoonte kweekt, moeten we die gewoonte ook onderhouden. Oké. Okay. Maar is goed, jullie doen dat goed. Dus dat wil zeggen dat we na 2K moeten doorgaan tot het eten. Nee, 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 <laughs> dat dan... vind ik ook. Ja. <laughs> Gewoon een daily eigenlijk. Maar ik klopt dat je ooit Marco van Basten hebt kunnen interviewen dankzij Wouter? Ja, ja, ja. Dus uh, Wouter heeft een. Uh, Licht-homo-erotische verhouding gehad met Van Basten. Die kwamen echt geweldig goed overeen, Wouter zware. Kijk, zo kwaad niet. Nee, nee, maar ik luister. Ik, ik ja, maar als hij luistert, is dat iets kwader. Wouter, Wout, Wout, vertel het dan. Je hebt ooit. Maar ik was, gewoon, ik was gewoon, denk ik, de eerste buitenlandse journalist die hem ging interviewen toen hij als jonge speler bij Ajax speelde. Toen was hij 22. En, en ik had daar een goede band mee. Ik heb die dan nadien, denk ik, nog. Twee, drie, vier keer geïnterviewd en, en inderdaad... Ik kreeg maar je daar... hebt hem ooit Milanello uitgesmokkeld. Oh. <laughs> zijn... Een andere keer dan. We zijn ooit eens ja. dus op stap geweest in Rome, dat is waar. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. En toen voor het Huis van Wantrouwen, Wantrouwen hadden wij uh, elke week trailers. En we zeggen altijd, als centrale gast uh, twijfelen we nog tussen naam 1, naam 2 en derde... En Marco van Basten. Dus dat hebben we hebben een half jaar aan een stuk gedaan en dan moesten we toch iets doen. En Wouter, maar van Basten, ik kende die en ik kreeg dat wel. <laughs> en het was uh, Nederlandse. En geloofde je dat? Nee, dat dat nee. Ik had allemaal Wouter. buiten. Ja, ik dacht ook dat kardinaal Daniels bij ons ging komen en ik lag er een vierkant uit. En, en hij zegt: Jongens, ja, we gaan naar de boekenbeurs. Daniels stelt een boek voor. Na die boekenvoorstelling gaan we daar naartoe. En je zult zien, Marco, die komt. En ik dacht: oh, enfin, we hebben dat gedaan en inderdaad, die deed dat dus. Dat is dus Wouter die krijgt dat soort zaken gedaan. En die Van Basten die, die komt naar Wouter dat, dat hotel of van die lounge dat staat stampende vol met Nederlandse pers. En uh, die Van Basten komt naar Wouter en uh, Wouter zegt, hij gaat uh, de vragen stellen op mij dus. En uh, dat gaan heel domme vragen zijn, maar we moeten serieus mogelijk blijven. Uh, en we hebben boven een uh, een kamer gehuurd uh, vierde verdieping. En de Van Basten zei, ik ben daar over drie minuten die kwam naar boven en ik stelde ze van die vragen als ze... hoe begon het weer? Is... Maar die had echt geweldig zin voor Hummelis, dus maar die stond daar en die zei ja, Mark Uiterhoeven hier rechtstreeks bla bla bla. Ik sta hier bij bij en je zag al zijn gezicht Marco van Basten <laughs> en zo ging dat de hele dus tijd het... verder. En uh, u bent voetballer? Ja, professioneel zelfs? Ja. En, en is het meer dat u ballen tegenhoudt of dat u ballen uh, binnentrapt? En ze... Meer ja, het tweede compartiment. Ja, zei, dat ja. echt, die ja. was geweldig. Goed ja, tegen en hem. die zat ja. zich daar te amuseren. Ja. Ja. Maar dat okay. was dankzij de water. Voilà. Ja. Ik moet ook nog Filip uh, Krols welkom heten. De vervanger van onze site, Dennis Xyte. Want Dennis ja. is aan het eten met zijn familie, denk ik. Ja. Maar hij heeft vandaag toch wel een beetje gewerkt ook, moet ik zeggen. Ik ga er straks nog wel wat meer over, over vertellen. Het is niet dat hij heel de hele dag in zijn bed heeft gelegen, dat hij gisteren zwaar is gaan drinken. Maar hij had mij gisteren wel iets op het uh, hart gedrukt. Hij zei van, kijk, als je daar gaat zitten, uh, Flip, zeker een Van Gaal-momentje daartussen uh, gooien. Dus bon, ik ben uh, gaan zoeken op het uh, wereldwijde web en ik heb deze foto gevonden van de Bank van Oranje met onder andere één iemand dat blind is, Van Gaal zit er ook bij, en uh, Edgar Davids ja blijft wel goed. En Van Gaal is uiteraard helemaal niet blind. De mens heeft 17 keer op een rij ondertussen al niet verloren. Ja, zot. Het zou wel straf zijn dat hij zo'n topcoach is geworden met blind te zijn. Dat genial, dat puur geluk was. Dat hij gewoon spelers random zet en dat hij altijd wint. Dat mooi geweest. Uh, Mark, het is bijna 20 jaar geleden dat je KV Mechelen hebt gered. Zou je dat nog eens doen, moest je weten wat er in die 20 jaar gebeurd is? Oh, dat vind ik een venijnige vraag. Sorry, Mark. Het antwoord is ja. Ik, denk niet dat het, enfin, ik ben 20 jaar ouder, om te beginnen. Uh, ja, dat speelt toch ook wel een rol. Dat snap ik. Um, en ik denk dat uh, het financieel nu veel moeilijker zou zijn. Omdat het, plus, toen was het de VC2, in verheffening. En, dan, ja, en nu is dat een NV met aandeelhouders. En, um, nee, dat denk niet dat dat. Uh, enfin, dat is ook <laughs> ja, dat is niet iets om, om de 20 jaar te doen. Eén keer en goed. Maar dat opvallend, opvallend genoeg is heel die verheffingsperiode. En de korte tijd daarna vind ik als supporter eh, eigenlijk de veruit de schoonste periode die ik heb meegemaakt. Je hebt daar trouwens een documentaire over gemaakt, ja, ja, over die en, redding. Eh, ik, eh, Allee, Mark heeft mij de zegen gegeven dat ik die mocht maken. En dat vond ik geweldig. Want dat is echt geschiedenis. En niet alleen voor KV Mechelen, dat is echt voor, voor het voetbal, is dat geschiedenis, want dat is een uniek verhaal. Maar over die redding is, nu zitten we weer in een situatie, wat gaan we met die club aanvangen, eh? moeten we daar geld in pompen, moeten we dat laten overnemen door buiten. En als ik terugdenk aan die redding en zeg mij nu Evert, we starten terug opnieuw in derde klasse en we proberen het terug op onze eigen manier te doen, dan zeg ik ja. En dat is het rare aan die redding. Dat is zo geromantiseerd bij mij, dat is zo nostalgisch. Uh, dat was een, een gouden tijd. Ja, en Mark is daardoor een icoon intramuros in Mechelen. Maar uiteindelijk, Ever, is dat niet alleen romantiek. Hè? Want we zijn nu twintig jaar verder en eigenlijk... Teert de club daar vandaag nog altijd op. Er is toen enorm veel energie losgekomen. Ja. Iedereen, heeft dat ook. Iedereen was daar eigenlijk ook mee supporter van. Ook supporters van andere clubs, die dat ook mee te maken had met de energie die Mark daartoe in heeft ingestoken. En vooral met die heleboel mensen achter zich heeft gekregen. En dat heeft voor een ongelooflijke energie geleid. En uiteindelijk, als je ziet wat Mechelen in die 20 jaar gedaan heeft. Uh, toch knappe prestaties neergezet. Het stadion, wat toen een heel krakke mickey-stadion was, is nu eigenlijk best een leuk stadion geworden. Dus Klopt. ik vind dat die, die redding, het feit dat je nu twintig jaar redding kunt vieren, die redding heeft enorm veel teweeggebracht. Ja, we moeten dat gigantisch vieren, daar ben ik het helemaal mee eens. Voilà, dat hebben we bij deze een beetje gedaan. Hè? Mooie ja. woorden toch? Ja, ja want het ja, heeft niet toch met de Wereldbeker te maken, <laughs> ja, meneer, meneer Kerkhoff? Zullen we het daarover hebben: Argentinië-Mexico, 2-0. Messi doet het toch maar weer. Ja, ik, ik, fantastisch toch? Ik vind het echt fantastisch, want ik hoopte voor de Wereldbeker, al dus voor de eerste nederlaag van de Argentijnen, dat Messi um, de Wereldbeker zou winnen. Maar met winnen bedoel ik à la, uh, Maradona, à Pele, à la Cruyff, dacht ik te zeggen, maar serieus nee, er Mar juist was... naast. Um, en alla la Garincha. Van de, de, de gasten die ze, van, van wie je kan zeggen, die hebben de Wereldbeker gewonnen. En ik zou echt heel graag hebben dat Messi dat nu voor elkaar krijgt. Al ben ik, zoals bekend, vooral supporter van. Uh, Brazilië, als het over andere landen dan ons land gaat. Voilà. Ik denk als het gaat over Argentinië. Wat is het doelpunt trouwens? We zitten daar ook heel. Uh, flakkerend. Ja, ik, 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 ik denk als het gaat over Argentinië dat er eindeloos veel meer supporters zijn van Messi dan van Argentinië. En als we vandaag ook die match gezien hebben. Uh, zonder Messi, het was, de eerste helft was gewoon niet om aan te zien. Ze waren al bij de Argentinië eigenlijk uh, helemaal. Uh, maakte geen indruk. En een paar flitsen, uh, als je dat vergelijkt met, met, met wat Frankrijk laat zien. dan uh, weet ik toch niet of uh, Argentinië. Uh, of Argentinië, want die tweede goal, want dat is 1-0, die tweede goal maakt enorm veel uh, verschil. want nu hebben ze aan een gelijkspel uh, uh, tegen Polen genoeg. Anders was het, uh, wa waren ze nog met vier ploegen die ze konden plaatsen. Hm. Ze ja. leken ook echt nerveus tot aan het toelpunt. Het Beide een... ploegen <laughs> vond ik eigenlijk nerveus. Ja, maar dat was die ontploffing van die 1-0 in een tweede groepsmatch was ongezien, vind ik. Das, dat is de wereldbeker. Uh, dat stadion ontplofte, waar waanzinnig veel Argentijnen, ook Mexicanen, schitterende voetbalsfeer. Messi scoort en je voelt ja, heel het stadion en met hun, volgens mij, heel de voetbalgemeenschap, opliften. Dat is zo'n gouden moment. Eigenlijk in een wedstrijd die niet zo belangrijk is, maar... maar Lewandowski maakt voor het ja. eerst een doelpunt ook, op de wereld. Ook, ja. Ik heb die allee, die ja. heeft al zoveel ja. goals gemaakt. Ja. Heb die, die was het geluk droop uit ja. zijn ogen gewoon. heeft ja. een stomme goal... Ja, allee, sorry, maar het was dan het dan nog een een stomme goal ook. Ja. Het, het over... en Messi en Ronaldo ja. hebben er nu ook evenveel. Hè. Ronaldo een paar dagen geleden gescoord, zijn achtste op een WK. Messi nu opnieuw, achtste goal op een WK. Het wel op vijf verschillende WK's. Ah, nee, nee, nee op verschillende zijn verschillende al wk's. op vijf verschillende. Ja. Ja, ja, het overstijgt alles. Hè. Dat zie je bij die wedstrijden, bij die goals. Het WK, de wereldbeker, excuseer, blijft het aller, aller, allerhoogste. Maar ik vind wel, uh, Iran nu, we waren geweldig met Iran. en Dat zijn prachtige beelden, dat geef ik toe. En wij kunnen absoluut niet inschatten hoe die situatie van die mensen is. En die van hun familieleden. Ja. Maar ik heb altijd geleerd dat um, een voetballand dat succes heeft op de wereldbeker voetbal, dat dat eigenlijk ten gunste is van het regime. En dat is nu juist wat, wat ze in Iran contesteren. Ja. Met al honderden doden tot gevolg. soort van... Ja, maar, ja, maar eigenlijk nu, nu valt dat... Ik weet het niet, maar nu zou, in, zou ik denken dat in Iran iedereen zegt van... Uh, Hoera, we spelen goed. En er wordt niet meer uh, voortgedaan aan de uh, evolutie-revolutie die ze proberen te ontketenen om, om het regime omver te werpen of toch minstens te versoepelen voor zover zoiets kan. Ja. En dus dat weet ik nu niet of dat een voordeel is of niet eigenlijk voor het land zelf. Moet Messi stoppen als hij binnen drie weken de Wereldbeker wint? 100.000% ja. Ja, dat zou wel heel sterk zijn. Wat kan je beter doen dan de finale beslechten en gewoon zeggen: een micro pakken. Jongens, ik stop mijn voetballen. Ciao, jullie zien mij nooit meer terug. Dat zou, oh wauw. <laughs> Wie is die? Enzo Fernandez trouwens. Ja, had er nog niet veel van gehoord? Hij speelt bij Benfica, een goede shotter, ja, dat zie je ook vandaag. Hij is nog maar sinds september bij de Albiceleste. En je voelt wel dat Messi hem heel graag heeft, want hij maakte een schitterend doelpunt vandaag. En Messi knuffelde hem alsof het een soort, soort potager was. En ik vond dat wel schoon, dus die gaat volgende wedstrijd starten, denk ik. Verdient hij misschien ook wel. Ja, dus... en Argentinië heeft hetzelfde als ons: hè. er moet af en toe een prikkel in, er moet gif in. En dat had hij wel. Voilà. Uh, Mark, ik ben niet zo goed met het brusken maken naar de reclame en dat in de camera te zeggen. Ja, dus wil dat, jij gewoon dat daar, is, daar is de camera. Is, welke camera? Die met dat rood lampje. Die met dat rood lampje. Ja. <laughs> en dan is het nu tijd voor reclame. Filip, Dennis is er dus niet, maar we hebben hem vandaag wel op pad gestuurd. Ja, ik heb al gezegd, hij heeft hard gewerkt vandaag. Want hij was eerst ergens in de Abdijstraat in Antwerpen. Hij had dat gezegd, ik ga daar uh, wat mensen bevragen. Ja, er was niemand. <laughs> Zoveel volk ah! kijkt en luistert dus naar de ja. podcast dat ja. niemand komt dus Die mensen komt waren, niet, die, mensen waren Dennis niet de die afschrikt. Hè? Nee. Maar de Dennis is natuurlijk dieper gaan graven en hij is naar de omgeving van Theaterplein en de, en de Vogelmarkt getrokken. En daar is hij naartoe gegaan met de stelling de rode duivels gaan zich herpakken en zullen Marokko verpletteren. Ola. Ja, ik ben het daar niet volledig mee eens, Dennis. Ik denk dat het een mooi, spectaculair 2-2 of 3-3 gelijk spel zal worden. Oh. Ja, ja, goed voor het zelfvertrouwen van beide ploegen. Allebei denderen ze daarna door naar de volgende ronde. Nee. nee. En waarom niet? Omdat ze nog aan het wakker worden zijn. En wanneer gaan ze wakker zijn? Hopelijk tegen de finales. <laughs> Wij zijn gisteren teruggekomen van Marokko. En ik moet zeggen, het leeft daar. Geweldig. Als je ziet hoe die supporters zijn, uh, die zijn ongelooflijk. Die ambiance, die sfeer. Ik denk dat België daarin net iets minder uh, sterk is. Ja, er zitten veel Marokkaanse supporters in Qatar. Dat is wel een nadeel voor de Belgen, dat is waar. Een goed argument. Nee, Kevin De Bruyne gaat het helemaal in handen nemen. En De Bruyne gaat morgen laten zien waarom hij de beste speler van de wereld is. Ik ga iets zeggen. Morgen... De Bruyne is een van de beste spelers ter wereld in het systeem van Manchester City. Wow. De Bruyne is niet een van de beste spelers als de mensen rondom hem. Niet weten hoe dat ze moeten lopen. En dat was mijn grootste frustratie. Ik ben ik vergeten bij Wolfsburg, en bij Werderbreven vroeger en ja, maar, bij Genk vroeger. Ja, maar ze vroeger moeten vlugger spelen. Ze spelen te traag. Ze moeten ze maar opstellen. Nou, ik ben dat te traag geworden, nu. En Hansi Hans mag ook spelen. Hansi Van maken. maken. Hansie mag spelen. Hansie mag spelen. Ik wil gewoon nu zien. Hansie op twee nee? kara. Nee. In Marokko speelt Sig. En als hij in vorm is, met Hakimi. We hard vast. Maar Hakimi is geblesseerd. Hij gaat misschien niet meedoen. Oké, okay, oké. Okay. Maar is geblesseerd. Hij gaat misschien ook niet meedoen. Oké, okay, dat geeft perspectief. En u zegt zie ik geen vorm dat is lang geleden. Ja, dat, dat, dat klopt. Ik weet dat ze een vinnige ploeg hebben, een harde ploeg hebben. Dat missen de Belgen toch wel, vind ik. Kijk, ik ga ervan uit, ze gaan zo geprikkeld zijn na die vorige match, ja. na alle kritiek. Ja. En okay. dit is het moment om hun eergevoel te laten tonen en eindelijk te vechten. Oké, okay, ik ga u volgen. Daarom? De bruine hat-trick. Hat de bruine hat-trick. Kijk De bruine hat-trick. You heard it first. Hij heeft toch wel zieltjes gewonnen, hè. En Dennis, dat kan hij wel. Maar uh, ik vraag me af, ja, gaan, we, gaan we Marokko verpletteren of gaan we überhaupt winnen van Marokko? Genoeg wijsheid daar, jongens. Zeg het maar. Ik zeg een gelijkspel en nu gaan we naar de wijsheid. Ik ben tegen pronosticeren. Sorry. Ja, maar ja, dat is altijd, als. Ik zeg, ik, ja, ik zeg altijd: wacht dan gewoon. Dan weten we het. Okay, Morgen maar... rond een uur of vier. Verwacht je goede duivels? Er is geen enkele reden om aan te nemen dat we nu plots beter zouden spelen dan tegen Egypte en, en tegen Canada. Waarom, waarom zou dat ineens zoveel beter gaan? Wat Tenzij die... hij risico durft te nemen. En... Er zat iemand bij die zei, het is een vinnige en snelle ploeg, Marokko. En dat is, ze gaan, ze gaan een waanzinnig blok zetten. Dat hebben ze vorige wedstrijd ook gedaan. Ik denk niet dat ze heel anders gaan spelen. Ze hebben een enorm geloof gekregen na België-Canada. Dat zie je ook in de Marokkaanse pers. Geloven, ja. Leest meneer de, de Marokkaanse pers? <laughs> wordt, wordt, Citeren iets? Ja, dat, dat wordt voor mij vertaald. Ja. Dus Ik zit okay. in een luxe positie hier. Nee, maar dus de Marokkanen geloven er heel hard in. En ja, waarom niet? Ze hebben echt een goede ploeg. Een heel sterk blok. Wat ik verdedigend heel sterk vond in de eerste match. Dus het gaat echt niet gemakkelijk worden. En ze hebben heel veel snelheid om eruit te breken. En dat is toch iets waar wij moeilijk mee hebben. Dus ik, ik vrees wel een beetje. Ja. Ik ben zeg, heel Mark, Mark, welke risico bedoelde je? Tenzij Martinez een risico durft te nemen. Ja, jongen, snelle gasten erop zetten. En meer dan alleen maar uh, Onana. De Openda ook nog. En, uh, en aanvallender durven spelen. Nu, hey, om eerlijk te zijn, Telemans valt nu uh, in onming, enfin, uh, uit de of gratie, laten we zeggen. Maar top. ik vind die, die had gewoon twee golen kunnen maken. Als Bruine die een bal naar rechts geeft, in, in plaats van de, de dubbelgedekte uh, Carrasco uh, te bedienen. Wat dat dus aan geen kanten lukte. En uh, als um, van op links Azar die een bal beter in de voet van Tielemans geeft, uh. dan kan hij van daar schieten. En dat zijn dus twee van onze beste spelers van de laatste tien jaar, Azar en De ja. Bruyne, die, die hem tekort doen, Telemans. Want hij heeft nu de boter gefred. Maar ik, voor mijn part had hij dat 2-0 aan de rust kunnen zijn, tweemaal maal Tielemans, acht in de kranten. Ja, maar ja, zo, zo gaat van het vanzelf. iemand zo. zeker beter dan Witzel? Ik wil even ingrijpen. Is de boterfretten dialect? Of is dat al. Nee, nee, dat is een uitwerking. Dat ja. <laughs> ja. Dat is een uitwikking. Ja, Maar wij proberen hier op onze taal te letten, Mark. Allee. Ja, ik, ik hoor het. Wouter, <laughs> <laughs> zou jij veel aanpassingen doen aan de basis zelf? Maar kijk, het doet er niet toe. Want uh, de bondscoach is Martinez. En iedereen weet hoe hij in elkaar zit. Hij is tenminste consequent. Dat is, hij is Hij doet gewoon wat hij al. Jaren zegt dat hij doet, namelijk hij heeft vertrouwen in, in, in zijn ploeg, die het vier jaar geleden heeft gedaan, en is eigenlijk daar al vier jaar consequent in geweest. Dat is dus wel waar. Als, Hazard en, en Witzel, zijn de eerste twee die hij waarschijnlijk uh, op zijn blad zet. Enfin, ik overdrijf nu een beetje, want het, het zullen wel Courtois en De Bruyne zijn. Maar ik wil maar zeggen, eigenlijk doet Martinez. Martinez is wel heel consequent, moet je zeggen. En ik voel niet. dat dat tot enorm veel frustraties ja. leidt omdat omdat wij mensen denken ja. Dat op, ja, wij, ja, omdat wij, mensen ja. denken dat het op een andere manier beter kan. Maar het probleem is in voetbal: je, kunt, je doet het volgens één manier. En de manier waarop Martina het doet is heel duidelijk. Maar je gaat nooit weten, we gaan het pas achteraf kunnen beoordelen. En je gaat nooit weten of het op een andere manier uh, beter was geweest. En dat nu klopt. ook, ik ben ervan overtuigd, als wij morgen, stel dat wij morgen tegen Marokko een slecht resultaat uh, zouden halen. Dan hebben wij alles nog altijd in eigen hand en dan gaan we op dezelfde manier blijven verder doen. Daar nog ben eens, ik wel van dan... overtuigd. Ja, ja, ik word niet dan blij. denk je dat dat nou. nog eens geen. Ah, ja, ja, want Hazar is aan het groeien. Oké, okay, maar dus Hazar, ja, de vraag niet is: uitdalen, kijk, zou ik ook niet kijk, helemaal fair vinden. Je zet Hazar. Iedereen, eerlijk gezegd, ik had niet gedacht dat Hazar die eerste wedstrijd. Nog een redelijk, redelijk niveau ja, ja. zou halen. Zeker niet bij de slechtste. Als je nee. ziet, zijn laat, die laatste oefenmatch ja. was, was dramatisch. En dat was in vergelijking met die laatste oefenmatch, was Canada behoorlijk. Dus Martinez heeft beslist, ik laat hazard staan. Want ik hoop in de loop van het toernooi de beste hazard te krijgen. En iedereen denkt, dat kan niet, dat gaat niet lukken. Maar. Als hij blijft groeien? Voilà, dus we weten het niet. En het heeft eigenlijk geen zin om ons daar druk in te maken of daar gefrustreerd over te zijn, want we weten, wat de, wat de bondscoach is tenminste duidelijk wat, de, wat hij wil doen. En hij legt het misschien niet altijd even duidelijk uit. En hij argumenteert niet misschien genoeg, maar voor mij is het heel duidelijk, hij wil spelen met die spelers. Ja, maar de, klopt. Hazard, dat is zoals de eerste erectie. Je weet niet of dat blijft groeien. <laughs> en er, ik, ben, ik ben echt heel benieuwd, maar ik denk niet dat Hazard nog ooit wordt wat hij geweest is. Hij zegt dat trouwens zelf al. En hij heeft niet de mentaliteit om, de, om daar alles voor te doen. He. Die amuseert je gewoon. En, ik, ja, kijk. Ja. kijk, maar laat eens zijn, vier jaar geleden hadden we eigenlijk vier topspelers. Courtois, De Bruyne, Hazard en Lukaku. Ja. En Compagnie. En, ja, ook nog. En, maar van die vier die er nu zijn, ja. zijn Courtois is beter geworden... De bruine is beter dan vier jaar geleden, al komt het er op dit moment niet uit, maar de Bruyne is een beter speler dan vier jaar geleden. Ja, en Hazard is een schim in vergelijking met de Hazard van vier jaar geleden. En Lukaku is geblesseerd. Hm. Ja. Ja. Dat was wel een... En als je vertongen, uh, Alderweireld, Meunier, als je die nog bekijkt, die zijn ook allemaal minder dan vier jaar geleden natuurlijk. Maar, ja. maar ik denk dat uh, waar, waar veel supporters nu gefrustreerd over zijn en waar veel mensen nu op hopen, die beweging van jonger, scherper, noem maar allemaal op... Dat, dat die keuze had een jaar geleden moeten gemaakt zijn. Ja, dat is waar. Dat is waar. En, en dan hadden we daar moeten naartoe werken. En dat had misschien iets voor een andere dynamiek gezorgd. Maar dat is, dat is altijd wat Martinez uh, niet wou. Hij heeft altijd consequent gezegd: nee, ik, uh, ik reken op, op mijn bestaande spelers. Ik geloof daarin. En ik ben ervan overtuigd dat we nog eens een, een goed toernooi gaan kunnen neerzetten. Ja. Ja. Ik dus vind de het wel achter... niet een oplossing? Ja, Kevin, Om het de, erbij te zetten? Uh, Kevin uh, de Bruyne heeft wel, vond ik, een opvallende persconferentie gegeven. Oké, okay, hij, hij had zich eerst al eigenlijk verontschuldigd voor, het, voor de openlijke ruzie die hij had gemaakt met Martinez en Toby Alderweireld. Dat was mooi. En hij zegt ook van: de coach bepaalt uiteindelijk de opstelling en tactische formatie en wij als spelers moeten zich daaraan houden. En daar kan je van alles in zien, natuurlijk, in die quote. Hè. Want dat laat het ook ergens uitschijnen dat ze het misschien, ja, ze zijn het zeker niet altijd helemaal eens. En dan schuift hij natuurlijk wel de mogelijke kritiek door naar de bondscoach als het niet loopt zoals ze willen. Dus ik vond dat een heel opvallend interview. Dus ik kijk zeer... toch vooral in eigen boezem? Eerst wel, maar ik vond die laatste quote kan je op twee manieren interpreteren en daarom ben ik zeer benieuwd. Want ik denk, ben er eigenlijk 100% zeker van dat ze met de belangrijke spelers en Martinez wel in conclave zijn gegaan. Ze, ze, allez, ze voelen dat ook, dat die 2K, de, er moet iets veranderen. Dus ik ben zeer benieuwd wat dat dan gaat zijn en of dat, dat de wissel is die de bruine wil. Als de Bruyne van in begin gaan lachen en blij zijn, dan weten we dat er naar hem geluisterd is geweest. Zo denk ik het. De. de... Het laatste deel van zijn toespraak, zullen we maar zeggen. <laughs> uh, daarmee bedoel je dat zij van, als een trainer zoals de trainer wil dat we spelen, zo zullen we spelen. Ja. En dat hij evengoed wil zeggen van, tegen mijn goesting, maar het zal zo wezen. Dat kan ook een interpretatie zijn, ja. ja het kan. Ja. Okay. Ik ben ook wel heel benieuwd naar uh, Marokko, omdat er toch vier uh, spelers van Marokko zijn, die in België geboren zijn. En ik denk wel dat die die groep van Marokko op een of andere manier wel anders kunnen prikkelen. Dat is, dat is toch een extra element in die wedstrijd. Ik ben daar zeer benieuwd naar. Absoluut. Oh, we hebben nog eens tegen Marokko gespeeld. Hè? Ja, maar toen. toen ja, want toen toen hadden we het de beste keeper. Niet vergeten, van de tegen Marokko spelen is een derby. Hè? Ja, dat is toen waar. hadden we twee derbies ja. tegen Nederland en Marokko. Ja. Nee, dat is waar. Dat is een, een wedstrijd met een zeer speciaal gevoel. En dat gaat misschien de duivels ook wel helpen om terug boven zichzelf uit te stijgen. Want dat stadion gaat wel in brand staan. Daar ben ik wel zeker van. En niet voor ons, maar voor Marokko. Maar dat kan ons helpen. Hm? Nog heel kort over Frankrijk misschien. Ja. Het eerste land dat zich kwalificeert, Mbappe was weer fenomenaal. Efficiënt. Ja, hij is ijs op weg om de allerbeste uh, Fransman ooit te worden, misschien wel. Oh, de allerbeste, misschien wel. Want het is de eerste. Hij Van de wereld? Heeft, hij, heeft, ja, hij heeft nu uh, zeven wereldbekerdoelpunten gemaakt voor zijn 24 e Er is er één dat hij ooit ook heeft gekund: Pélé. Voor een 24ste. Pele, Pele. inderdaad. Dus... Kunt je mij daar niet zo ininvloeden? Die was nog maar 17 maar in 58, inderdaad. Ja, een Mbappé in in kan er nog over gaan, hè, want Mbappé wordt uh, 24 net na de wereldbekerfinale. Oké. Okay. Nou, Frankrijk kan zich ook eens niet plaatsen. Of zoals Pelé twee wereldbekers, missen door Maar achteraan zijn ze toch kwetsbaar. Want kijk nu de match tegen de Denen. Ze hebben verdiend gewonnen. Maar. De dat had ook anders gekund. De 1-2 had twee in de had lucht op momenten serieus ja. in de lucht gehangen. En als het 1-2 wordt, dan denk je niet dat ze nog terugkomen. Maar ik vond wel, dat vond ik nu een leuke match om naar te kijken in, 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 in de twee richtingen. En ik denk. Dat Frankrijk tot nu toe zeker. Uh, word je blij van Deschamps? Oh, Moet hij die ploeg ook eens vol gaan. gas laten spelen? Gewoon een heel match. Dat heeft ja. hij 20 minuten gedaan tegen Argentinië vier jaar geleden en dat is alles. Ja. Toen het echt nodig was. Was er wel een, een vloek doorbroken? Weet jullie welke? Een vloek, jongen? Ja. ja. Een god. Nee, ik weet het niet. Ik ga het gewoon zeggen. Na Italië in 2010, Spanje in 2014 en Duitsland in 2018 zijn zij als wereldkampioen. Door. Ah ja, okay. Broek van de wereldkampioen, ja. de wereldbekerwinnaar. Oké, ja. maar, zij, okay, maar ja, in 2002 hè, waren ze titelverdediger en toen hebben ze niet eens een doelpunt gemaakt in de groepswedstrijden, de, de ja. groepswedstrijd. Dus dat hebben ze ook nog hè, vorig jaar op het EK. Um, ja, ze staan drie 1 voor, um, dankzij dat prachtige doelpunt van uh, Pogba, die die viert dat uh, met een arrogantie, iets verschrikkelijks. En dankzij dat volledig verkeerd, uh, verkeerde gebaar, overdreven. Winnen de Zwitsers. Oké, okay, met de penalty's, maar komen maar de wat Zwitsers. Maar wat ik wel terug? vind, ze spelen echt als een ploeg. Want in de maanden vooraf was er heel veel te doen in Frankrijk. En ze waren ruzie aan het maken. En die wel en die niet. En die kwam wel met die overeen. Enzovoort. enzovoort. Ze hebben enorm veel spelers kwijt. Pogba, Kanté. 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 Uh, het nu, nu, uh, nu. Het is een Hernandez. Broertje ja. Het broertje weggevallen. Het broertje, dat een. vind ik mooi. Er is er nog één. Kunku. Nog een Kunku. Ja. Kunku? En er is nog een vijfde, dat Benzema. Ah, Benzema. Ja. Hm? En, en, en die ploeg, uh, die, 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 die valt in elkaar. En, en je voelt: ze werken voor elkaar en, en ze dat spelen is wel Deschamps, en Deschamps. ze spelen wel op het ritme van Mbappé. Maar die hebben... Want elke ja. keer als Mbappé versnelt, versnelt heel die ploeg. Ja. Dus ik vond dat Frankrijk vandaag enorm. Eigenlijk waren het twee goede ploegen tegen elkaar. Denemarken speelden ook echt als ploeg, en Frankrijk ook. Dus ik je de was wel de ja. indruk van Frankrijk Moeilijk, hè? ze gaan moeten winnen. Ik denk wel als ze winnen uh, dat ze zullen doorgaan. En ik vond de Denen over die twee matchen nu wel beter dan Australië. Zeg mannen, sorry, Zeker. ik heb hier ondertussen op de Dennis de computer nog iets gevonden. Want we hebben in het begin van, van de uitzending jullie uh, presentatieskills gezien. Hey, we zijn en Wat gaat ik aan nu afkomen? Ja, 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 dat nu is weer... de laatste keer dat jij daar zit, denk ik. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. En we zijn nu een jaar verder. van de hey. En je zou denken van, het gaat alleen maar beter met de mannen. Ja, maar dan vinden deze. Jij zegt met... De zesde dag op het WK zit erop. Nee. Maar maar de zesde aflevering van het Mondiaal. Nee. En dat doen we vandaag met. Nee. Engeland en Nederland op de zesde WK-dag. Oh, sorry. In onze zetel. Oh. <laughs> maar dat was slecht. Maar daar zijn dingen van de repetitie bij ook. Het ja. zijn beelden van repetitie. Ik, hè. Ik gebruik alleen dingen die hebben ja. dan de Dennis zijn computer. Ik vind nee, het ook. wel serieus verbeterd tegen een jaar Ik vind ja, ook echt. Ja, ja, ja. Je, je, jullie zijn ook een, een team. Want je maakt echt allebei evenveel fouten. En dat, dat maakt het mooi. Heel leuk, maar nu komt het leukste deel van de show: reclame. Is er nu een briefing of iets vooral? Of is het een... Nee, dat mag niet, dat mag niet. Ja, niet, het niet, niet, niet. Niet, maar... ja waar, als je oh, het woord geweten ja, Waar dat kind terecht komt, ik <laughs> weet van niks. Wouter ja, 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 heeft ik ja. niet gekeken. Ja, ik heb al een paar afleveringen gezien. Ah, ah, okay. ja, ja. ja, maar vanavond is het helemaal anders. De vanavond. ik wil het ondergaan. Na dat je komt Ves a bezoek. Jij moet een stuk presenteren wat ik zien we straks Liever niet. Ja, maar ja, dat is juist. juiste, weet Pas op, ik je daarin gegroeid. Ja, dat ja. denk ik ook wel, ja. Oh, hij nee. is hier, hè. Ja. Dat is maar een grapje. Zeg, Sam, even... Ik heb hier... Kijk hier. Ja, het is twee voorbij middernacht. Dat betekent dat jij jarig bent, 35 Een ja. gelukkige verjaardag, maar dat betekent ook oh, trakteren. Trakteren, inderdaad. Ja. De oh, godverdekke zeg. Alsjeblieft, Mark. Drank. Alsjeblieft, Wouter. Gooi maar, Sam. Gooi. Lukt dat? Had, ja. Hier worden cadeautjes uitgedeeld. Cadeautjes. En, niet, en niet aan mij. Het zijn uh, prachtige mit-miet kousen. En ja, er is een paar bij Drank, waar onze ja. hoofden op staan. Dus ja, ik heb ja. het al. Maar jullie hebben het al laten zien. Hè. Aangezien ik alle uitzendingen en herhalingen ja, gezien heb, heb ik dit al gezien. Hè. Voilà, alsjeblieft. Dank u wel. Ja. Zo terug in het lagere school, zodat je als jarige. Oh ja, Dank je wel. Uh, we zullen nu dat we toch over de lagere school bezig zijn, we zullen hier naar ons bord met <laughs> Mooi, het allstar-team yeah. gaan. Uh, regels zijn hetzelfde als, als, het als de voorbije dag eigenlijk, want het is nog maar de tweede dag dat we het doen. De gasten van vandaag mogen ieders ene speler eruit halen en vervangen door iemand dat zij denken dat beter past in dit team. Dus wie begint er? En Mark? En nee, niet vertongen en goeie, <laughs> Oem Oom nee, Oem, goeie. Oem, goeie. Oem goeie. Uh, van hieruit zie ik niks, maar uh, misschien op het scherm dan. Even geven, want ik kan niet ja. volgen. Ah, ja, 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 oké, okay, dat is goed. Uh, ja, Messi moet erin, hè? Oei. En op welke plaats dan? En wie halen we er dan uit? Want het is al een super aanvallend team, natuurlijk. Dus je gaat moeten kiezen. ik op... zei er straks zelf: risico nemen. Gak, ja, een beetje risico nemen. Denk. Uh, maar Gak, Gakpo mag er niet uit, hè. Want maar... dan is Otto-Jan Ham. Uh... Die staat er nog maar net in. Wat we ook ja, ja. kunnen doen, Mark, is nog. Een van onze verdedigers die dat toch niet spelen, eruit halen en Messi daarvoor in de. Ja, Evert, wij zitten dus gisteren. Messi heeft wel laatste man Evert gespeeld op bepaalde momenten vandaag. Dat is wel waar. Niet helemaal als laatste man. Maar dat is nogal een... Want Het is inderdaad een. Doe het dan maar eens. Ja. Allee, wie een vreemde eruit? ingreep. Messi. Uh... Konaté dan, hè? Conate draait. Ja, Conate draait ja, Messi Al erin. Altan Bak krijgt van mij een erkansing nog in de derde match. Hé oh. hey, Wouter, uh, niet Mark als trainer. Hè? Uh, en Messi, nee, zetten nee, we die nee, mee nee, van nee. voor of laten we die komen van, uh, van, van, achteruit? Nee, we we van, van achteruit? Van achteruit. He. Hij heeft okay. het vandaag een paar keer gedaan. Echt. Ja. Vrije man, ja, Libero. Een voilà. Libero, laatste man. schrijft nog lelijker dan een Dennis. Ja, Wouter. Uh, ik zou toch voor Lewandowski willen gaan. Niet alleen omdat hij zijn eerste doelpunt op de wereldbeker heeft. Uh, uh, gescoord. maar vooral dat eerste doelpunt van de Polen vond ik ongelooflijk. Dat is echt iemand die een doelpunt ruikt, ook als hij zelf niet kan scoren. Uh, die keeper gaat naar die bal, die bal die loopt buiten, hij sprint daar achteraan, hij geeft die terug. Dat vond ik echt uh, ongelooflijk knap. Dus ik zou Lewandowski in de spits zetten. Hoor. En Ja. Moet onze Nederlandse vriend eruit <laughs> of, of onze Braziliaan. Uh... Veld jij nou, Otto-Jan? Uh, <laughs> eerlijk gezegd... Zou ik toch Lewandowski in de plaats van Gakpo willen zetten? Ouch. Ja, nog een verdediger eruit halen, nee. Nee. <laughs> Oké, okay, mooi. Het blijft wel een schitterend elftal. Je kan er nog altijd een beetje mee. Maar ik denk ook wel, we zitten met de voorzitter van Anderlicht, ik denk wel, onbetaalbaar elftal voor Anderlicht. Dus we willen een gratis service aanbieden. Ah ja. Evert oh. heeft al heel het WK gekeken en hij heeft een paar namen genoteerd voor u, Wouter. Prijzen erbij. Dus Wou Wouter, je mocht eigenlijk zeggen wat je moet hebben. Ja. Ja, ik, heb, ik heb voor elke positie uh, koopwaar. En... Dus je mocht kiezen welke positie mocht spelers die nu op de Wereldbeker ja. spelen en die naar Anderlecht willen komen en betaalbaar ik zijn. Ik heb ze allemaal. Ze al gebeld, ja. Sinds wanneer moeten wij Anderlecht helpen? Ja. Ja, we, hebben, we hebben al eens een halve ploeg daar laten gaan. De beste staan hier achteraan, joh, en die zijn allemaal van Mark. Als het terug oh, beter sorry. gaat met ons, worden ja. wij weer rijker, geven we weer meer geld aan jullie, zijn jullie ook weer gered. Ja. Het is een aan wie een aan je? Welke positie moet je hebben? Aan welke, posi welke positie zou je graag versterken? Trainer. <laughs> Herveren daar. Maar de voet nee. terug naar andere. Dat zou ik niet doen. Nee. Zeg maar welke positie. Ik heb er een lijstje. Oh, uh, een spits. Een, een spits? spits. Haji Wright. De spits van Amerika gisteren tegen de Engelsen. Ja. Uh, die woog op die verdediging. Uh, mm -hmm. Die heeft zich fantastisch ingezet, heeft een ongelofelijke fysiek. Hij is nog maar 24 jaar is heel groot, een aanspeelpunt. Hij heeft Wel, ook scoort, toch? Nee, het was 0-0. Hey, ja. Hij heeft in twee matchen twee keer een doelpoging ondernomen. Maar zie, ja, dat maar is hij, hier nee, 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 maar, jongens Ik moest een betaalbare alternatief zoeken voor Anderlecht. Hij speelt bij Antalya Spor en daarom is hij ook haalbaar. Wel negen goals in twaalf matchen. Daar. Voilà. En in welke prijsklasse spreken we? Ja, 3 miljoen moet hij kosten. En, en zijn salaris? Ja, dat is ook belangrijk. Hè? Inderdaad. Ja, maar dat is een Amerikaan die het wil maken in Europa. Die speelt nog ja. voor een boterham en twee bonnetjes. Oké. Okay. Ja, dus 3 miljoen aankoopprijs. Maar volgens mij kan je hem zeker voor meer verkopen. Ik hoop dat onze nieuwe sportieve baas uh, naar Mondial aan het luisteren is of aan het kijken. Of de twee samen. Of podcast. En uh, maakt mij niet uit. Maar. Uh... De rest, lijstje, de rest van mijn lijstje is aan te kopen tegen een fair prijsje. <laughs> Ook wat boterhammen <laughs> ja. dan. En twee bonnetjes moet ik, moet ik zeggen wat ik voor Maliwa gevonden heb? Dat mag. Ja, ik vind dat Maliwa uh, mee moet gaan op de, de Japanse golf. Iedereen. <laughs> ja, ieder, i, dat is toch? Iedereen heeft een Japanner en die zijn overal heel goed. Dus ik ben in die selectie gaan kijken: wie zouden wij daar nog kunnen gaan wegpikken? Dat is niet makkelijk, want die zijn allemaal zeer goed. Maar ik heb gevonden: een spits. Shuto Machino is mee, 23 jaar, 1,85 meter. <hijst> heeft er al 13 in liggen bij een middenmotor in de J-League, bij Belmare. Mooie zee, wil dat zeggen. En hij moet maar... <hijst> ja. nee, en hij moet maar één miljoen kosten. Dus als wij nog eens rondgaan met de petmarkt, dan moet dat toch kunnen. En dan hebben we onze Japanner. En je weet, die brengt aan reclameinkomsten een veelvoud op. En die speelde in de League. League. is dat? Ja, de J-League. J-League. De Japanese League. Ah, league. Ja. Oké, okay. bedankt, Evert. Ja. Zeer mooi interment zo. Dank je, graag voilà. gedaan. Uh, Elke zaterdag en dinsdag vullen we bij onze pronostiek in van onze vrienden van Napoleon. Dat hebben we nu ook weer gedaan. Ja, inderdaad. Uh, dit zijn de vier wedstrijden uh, waarvoor jullie je pronostiek hebben ingevuld. Wat mij vooral opvalt, Sam, jij ziet ons morgen inderdaad niet winnen, of België niet winnen van uh, Marokko. Ja, en zoals Martinez, consequent? Consequent, oké, okay, goed. En Evert, jij ziet Portugal met Cristiano Ronaldo verliezen tegen Uruguay. Ja. Waarom? Ja, dat, dat is niet... Maar jij haat Cristiano. Echt, geef het nu toe. Nee, maar ik ben, ik ben ergens wel van nog altijd van uh, het geweld. Dat Uruguay bij heeft op die toernooi en ik wil dat die doorgaan. Dus dan kunnen die deze match winnen en dan gaan die sowieso door en dan. Ik zie in die ploeg iets. Ik wil dat er nog eens een underdog oh, het WK wint. Portugal, Uruguay, daar wil ik een extra bed voor inzetten. Ah, ja. Maar dat is niet morgen, dus we kunnen er nog over nadenken ah. wat we doen. Maar daar wil ik een extra uh, bed voor inzetten. Uh, morgen dus België, maar de absolute kraker is in de avond denk ik. Spanje, Duitsland. Oh, ja. Duitsland moet bijna winnen, hè? Hmm. Ja, begint er maar eens aan tegen, tegen dit Spanje. Spanje heeft gespeeld tegen Janneke en Nijmeken. We zullen nog wel zien of ze dat. Deed. Dat is ook waar. Tegen de, 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 de man mannschaft mag niet meer. Daar hebben ze niet meer zo graag. Nee, En nee, nee, nee. hebben ze zelf maar, gezegd dat het niet meer was. Waarom doen ze het meer? Gewoon shaft. Nee, het was iets aan de nationale elf of zoiets. Ja, het is en, in, zoiets in ieder geval een wedstrijd selectie? waar heel de wereld voor gaat stilstaan, denk ik. Dat is echt wel een fantastische voetbalwedstrijd. Goh. Voilà. Heren, dikke, dikke merci om te komen. En aan de kijkers en luisteraars, tot morgen. Bye. Mark, welkom op mijn prachtige zolder. Wat vind je ervan? Fantastisch, kartonnen dozen. Ik ben zelf op mijn zolder ge gekropen. En daar ik... dat is sympathiek. En daar oh. heb ik iets gevonden. Dus dit, dit behoort toe aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond. En hier is de kippertrui van toen. Dat is Jean-Marie Pfaf dan. Hier? Prachtig. Als, je als Jean-Marie aan het kijken is, dat we het laten weten. Hè? Ik zat in de Giro, commentaar te geven met José de Kouwer, voor Supersport uh, toen nog. En uh, Juventus had gewonnen tegen Ajax en ik ben dus met dit truitje aan, naast onze Nederlandse collega's, die echt gewoon compleet pist-off waren. Om te maar ik had toen nog grijs haar in plaats van... Ik was nog niet kaal. En ineens die Italiaanse mensen die er al staan aan de aankomst, die zeggen: Romanelli! Romanelli! Ah, dat is een ouder Braziliaans, dat is drie sterren. Oh, is dat WK94? Ja. Oh man, man, dat is mijn droom, dit shirt. Oh, dat zal een droom blijven. Maar dit vind ik het mooiste van de mooiste uh, finale ooit. 1970, beste oh. Brazilië ooit. Ja. Heb ik hier ook met Frank Kraas besproken. Ja, maar die oh. Frank Kraas zegt dan, ja, Pele scoort, hè. ze stonden 0-1 achter. Maar dat is dus niet waar. Pele <laughs> gescoord in de 18e minuut 1-0. En Senja op een vlater van Claude Waldo, heeft 1-1 gemaakt vlak voor de. Voor de rust. Ja. Voilà. Dus die die raam is schietvervalsing. Hij wordt, wordt oud. Dit is nog een... Oh. Uh, de bal van 1998, uh, denk ik ja. dat het is, is. De van de De tricolore. Oh, ik ben hier zo verliefd op. Ja. En dit is echt het truitje waar ik gewoon op het voetbalveldje achter ons huis mijn voet, voetbal, want ik was uh, zot van oranje. Dat was jij Del Piero en Zidane, een Maradona. Ik of? maakte heel veel golen en, uh, en ik liep niet. Bal, bal in de voet. De stilstaande bal in de voet. Voetballer. Dribbel, goal. Prachtig. of niks. Ik denk dat dit wel de ultieme finale is voor de zolder van uh, Mark vandaag. En aan jullie kijkers.